je begint eraan te wennen, denk ik. Een doelpunt voor de derde keer achter elkaar in een thuiswedstrijd binnen een minuut. Ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk. Het is mooi, maar het is jammer. We pakken alleen één punt. En ja, ik denk we verdienen een beetje meer. Omdat, wat heb ik gezien in de tweede helft, we hadden veel druk naar voren. Veel kleine kansen, niet zo groot. Maar ik had ook een grote kans moeten scoren. Maar ja, het is goed. We verloren niet. Maar het is jammer dat we geen drie punten pakken. Je hebt al twee keer eerder binnen één minuut gescoord, dus nu de derde keer. Twee keer in één seizoen, dat hadden twee mensen al gedaan. Koen Dille en Johan Cruijff. Die heb je nu overtroffen. Hoe scoor je in de eerste minuut? Want dit is geen toeval meer. Is het heel scherp beginnen? Ja, dat, de coach vraagt dat om naar voren onmiddellijk met de lange ballen te spelen. En dat gaat goed drie keer. En ja, dat is mooi. Wat me wel opvalt, de Moesjes, jullie speelden nu voor het eerst vanaf het begin samen. Zoveel heb je nog niet gedaan. Het leek heel goed te gaan tussen jullie twee. Voelden jullie dat ook? Nee, we hadden een goede aanspelpunten naar voren met hem, een grote jongen. Ik kon goed de vierde bal met de hoofd en ik ga voor de tweede bal. Zoals we hadden de kans in de eerste helft. Dat was goed. Dankjewel. Sanarin Malki, en inmiddels is Willy Overtoom ook bij ons. Willy.